Boom, en we zijn live. Nou ja, live. We zijn een soort van live. We gaan er gewoon het beste van maken vandaag. Want vanmorgen hadden we natuurlijk in de livestream wat problems met het internet. Hebben we al 3 dagen. We proberen daar het beste van te maken. We hebben overal allerlei offertes aangevraagd om het te gaan verbeteren. En weet ik veel wat. Aan ons ligt het niet. Maar goed, soms laat de techniek je in de steek en kan je daar niks aan doen. Maar ik zeg altijd, je moet niet denken in problemen, maar in oplossingen. En de oplossing is door gewoon een video te maken van de update van vandaag. Dan hebben jullie alsnog gewoon je lekkere livestreampje. Dus daar gaan we mee beginnen. Het is zaterdagochtend en het is tijd voor Maxki, zoals het hoort nog steeds. Flinke stieren uit de stal gehaald, denk ik. Want Bitcoin gaat lekker. Alles gaat eigenlijk lekker. Vandaag om 11 uur is niet alleen de livestream zeg maar geweest, maar ook een hele leuke announcement. Want ik heb het al eerder aangegeven, verleden week, 11 uur zaterdag gaat er wat moois gebeuren. En de video van de auto van mij in dit geval is online gekomen op het kanaal van Day One. Ik heb samen met JJ Boske gepraat over traden en investeren. We hebben natuurlijk de podcast gemaakt hier, zo dat was heel erg nice. Dat was leuk. We hebben ondertussen een leuke band opgebouwd samen, kunnen het goed vinden. En hij zei, zullen we een keer zo'n video opnemen? Dus ik snap, dat is goed, dat is leuk. Hebben we gedaan, dus ga je zeker even checken op het kanaal van Day One. Dat is leuk. Maar, ik heb hem gezien. Dat is nice. Ja, weet je waarom? Er zijn meerdere van dat soort filmpjes online. Maar je krijgt als trader of investeerder nooit serieus de kans om de echte kant van het traden te laten zien. En dat vond ik er heel goed uitkomen. Nou, bedankt. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Meestal in programma's of zo, als dat soort mensen uitnodigen. Ja, word je afgekapt en dan hup. Dan net. Worden daar bepaalde stukjes uitgekomen en gedaan. En dan word je weggezet als een of andere wappie misschien soms. Of weet ik veel wat. Weet het je. Maar moet gestaged worden. Het is dan ja. Of het is gevaarlijk of 100 keer in je geld verdubbelen. Ja, dit is serious business. En wij weten dat Jay er ook bloedserieus mee bezig is. Dus daardoor maakt het de conversatie wel een stuk leuker, denk ik. En serieuzer, omdat je allebei op hetzelfde niveau zit een beetje. Dus dat was heel erg vet. Ga die zeker even checken en laat even een leuke reactie al daarachter. Gisteren hebben we natuurlijk Price in Action gezien. Dat was heel erg nice. Die pakken we er zo meteen zeker ook eventjes bij in de charts. Want we hebben vorige week zaterdag een video opgenomen waarin we weer van A tot Z aan jullie hebben laten zien. Hoe we een trade plaatsen, hoe we de positiegrootte berekenen, hoe we dat allemaal doen. Hebben we weer van A tot Z laten zien en uitgelegd. En die trade was gisteren in de wick. That's. Precies gevuld. En daarna dropte die ook gelijk weer weg. Ja, en het was uiteindelijk een hele dikke 2%. Ik denk 2,5%, 2,6% geloof ik. Als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Gaan we zo even kijken. Maar goed, dat was heerlijk. $5,000 in de pocket. Bijna $5,000. Dat was 0,1 bitcoin. Ja. Nou, dat is een... ietsje min. Waar staan we nu? Ja. Even kijken, waar staan we nu? We staan nu 4300. Dan is het een $4,400. Ja. Nou, dat is lekker. Dat is nice. In één trade, ik was uit eten en ik kreeg een alertje, pling plong. En toen dacht ik zo, dat is lekker eten vanavond. Maar goed, ik vind het gewoon tof. Als je trader bent, het gaat erom dat die trade, die stond er al een week. Ja. Het is niet, oh, 5 minuten van tevoren. Wow, Bitcoin koers komt eraan, snel een tradeje. Nee, maar al is het is klaar. Al is het 5 minuten van tevoren en je maakt een legitte trade. Ik denk altijd bij mezelf, en ik probeer altijd ook te reflecteren naar hoe wij het doen. Hè. Wij proberen altijd te zorgen dat de content on point is en dat het zo goed mogelijk is voor jullie. Maar ik denk dan bij mezelf, ja, maar wacht even, Pik. Dit is al de zoveelste keer dat we analyses maken of dat we trades plaatsen en weet ik veel, dat het gewoon goed gaat. Mm. Wie laat dat nog meer zien dan? Ja, maar dat is gewoon een feit. Nee, case. Maar dat heb ik al heel vaak tegen jou gezegd. Wij hoeven onszelf echt niet te bewijzen. Het gaat niet eens zozeer om het van onze kant bewijzen, want ik hoef mezelf niet meer te bewijzen. We hebben al genoeg laten zien, we hebben al genoeg gedeeld met de mensen om dat een goede fundering te geven. Maar wat zou de reden zijn dat je dat bij anderen niet ziet? Ja, dat zijn... Nee, omdat het geen traders zijn. Ik denk dat wij traden iedere dag, dag in, dag uit. En de rest doen wij daarnaast. Als jij serieus elke dag bezig bent met traden en je kan traden en je profileert jezelf op een YouTube-kanaal of iets dergelijks als trader, dan moet je maar je laat nooit een trade zien. Dan moet je trades laten zien. Ja, maar even serieus. Ja. Iedereen kan een analyse maken en achteraf zeggen, nou kijk eens, hupsi-flupsi, deze is mooi uitgespeeld. Ja, zo werkt het niet. Nee. Laat even zien wat je gedaan hebt dan, weet je. Laat een keer iets met zien. Met de billen bloot. Je hoeft echt niet het achterste van je tong te laten zien en je hele track record, accounts en weet ik wat allemaal naar buiten te halen. Maar ja, laat een keer zien dat je het kan. Ja. En ik denk dat uniek is. En ik vind dat gewoon heel erg vet om te doen. En blijven we ook gewoon doen. Maar goed, dat was lekker.
Video met Jay is lekker. We hebben een aantal aanvraagjes hebben we vanuit de Discord hebben we meegekregen. We gaan allereerst eventjes kijken naar de marktjes. We switchen hem gewoon deze kant op, zoals we dat altijd doen. En we gaan daar vrolijk eventjes naar kijken. Ik wou de jar aanzetten, maar dat heeft niet zo heel veel nut vandaag. Deze video was natuurlijk de video met de trade. Dus ga die ook zeker even terugkijken. Vorige week zaterdag opgenomen, gisteren heel lekker uitgespeeld. Markjes, best wel een redelijk groene week gezien op de beurs. Ook onze portfolio's hebben best wel redelijk gepreformd. Zeker, zeker. Ook veel aandelen die best wel wat pijn gehad hebben de afgelopen weken, zijn best wel lekker gerecoverd. Ja, op de AEX waren dat een beetje de financials. Je ziet Aegon, je ziet ING het goed doen, ASR-verzekeraar natuurlijk. Dus dat was op zich wel nice. Veel verder heb ik zelf nog niet gekeken. Even kijken wat Amerika nog heeft gedaan. Afgelopen week ging Tesla heel hard. Zien we nu een kleine winstneming op. Dat is normaal. Wells Fargo, dus ook een bank. Even kijken, wat zien we nog meer. Dit is American International Group. Oké. Okay. Bank of America. Ja, geen echte uitschieters. Maar gewoon lekker... Over de afgelopen week, goede gain gezien. Nieuwe altermaatjes in Nederland. Ja, nieuwe altermaat bijna overal. Dow Jones, S&P, Nasdaq, de Kakkerrand, de DAX. België volgens mij nog niet. Ik weet ook niet hoe die trouwens in België heet. Als iemand dat weet, kun je dat in de comment achterlaten. En Ajax. We schurken tegen de altermaatjes weer aan. Ja, weer. Dat is het bijna dagelijks. Nee, maar dat is het. En dat is niet, dat hoort niet normaal te zijn. Maar weet je wat ik wel mooi vind daaraan? En dat is gewoon een feit. Dan lees je de welbesproken beste analist of weet ik veel wat van de ING die zegt. Nou, heb ik van de week ook al een keertje aangehaald. Die altermaai. Dit was het wel hoor. We hebben het beste nu. En dat zijn dan de analisten waar de mensen naar luisteren. Hè? Ja. Nou, dit was het wel. Hoger gaan we niet. Poef, weer een altermaai. Ja, het beste is er wel uit nu. Hoger gaat het echt niet hoor, want het gekste hebben we wel gezien. Poef, altermaai. Ja, dit was het wel een beetje. We hebben het wel. Poef, altermaai. Ja. Weet je? Zo dacht ik vroeger trouwens ook. Ja, maar er zijn heel veel mensen die denken het te weten, maar dat soort dingen zeggen, wij doen dat ook nooit. Weet je, een top. Oké, je ziet dat het een top is. Maar weet je of dat het hoogste punt is wat er... Nee, dat weet je niet. Op het moment dat een top daar staat, weet je dat het een top is. En dat een retracement waarschijnlijk aannemelijk is. Zeker op autumn highs die we nu hebben gezien. Maar ja, het zeggen, dat kan je, dat kan je nooit. Maar ik zeg ook nooit, hij is nu... Ik zeg altijd, het is niet meer interessant om in te stappen. Maar ik zeg nooit, hij is klaar met stijgen. Kan ik niet zeg nooit. Want ik heb echt geleerd vanuit crypto... Coins of assets kunnen veel langer stijgen dan jij denkt dat normaal is. En dat hebben we nu al zo vaak gezien. Wow, Bitcoin, hij moet nu terug. Nee, gas. Ethereum, hij moet nu terug. Nee, door. ADA, ik kan ze blijven noemen. En dat voordeel hebben wij echt ten opzichte van reguliere traders. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld een hele omslag. We hebben dat vorig jaar gezien met Tesla en zo. Toen zeiden alle ouderwetse investeerders, nee, die gaat terug. Boom, hup, in één rechte lijn omhoog. En ja, daar kan je je voordeel mee doen. Ja, en nou je toch over Tesla hebt. De Tesla-investeerders durven de portfolio weer een beetje te laten zien. Hè? Want er is weer een beetje groenig de laatste tijd. Maar goed, dan kunnen we straks misschien wel eventjes een blik op werpen. Ik schrijf hem even op. Bedankt dat je hem achter hebt gelaten, Piet. Ik zag het net voorbij komen in de chat. Ja, dan houden we de chat ook een beetje in leven. Even kijken. Wat we vooral zien is dat we zijn belangrijke prijsgebieden aan het gainen, aan het testen sowieso. De hele bovenband van 42 tot en met 43 hebben we al vaker aangegeven. Wat ik positief vind is volume. Volume neemt toe. En dat is goed. Altijd goed als je een belangrijke market move maakt. Sentiment geeft dat weer. Ja. Afgelopen 7 dagen Bitcoin een paar procent gestegen. Ethereum natuurlijk met de update. Hebben we video's over gemaakt. Is nu helemaal live, draait nu gewoon. Dus dat is positief. Bijna 25% erbij in de afgelopen week. En de rest volgt nu een beetje. Dus het is nu echt kijken wat Bitcoin doet. En daar is de rest van afhankelijk. Want je ziet hier wel al die cijfertjes dat die mooi in het groen staan. Ja, als ik hem tegenover de Bitcoin zet, dan blijft er bijna niks meer van over. Dus hou daar wel altijd een klein beetje rekening mee. Hebben we actief getraind de afgelopen periode op altcoins? Zeker. We hebben echt best wel flink wat trades gemaakt. En merendeel, en dat is niet de insteek van bijvoorbeeld de altcoin video's die we maken. Dat merendeel per se goed moet gaan. Want we hebben altijd al uitgelegd,
Al doe je 50% of zelfs onder de 50% kan je nog steeds makkelijk winst maken. Maar valt het dan eenmaal de goede kant op, ja, dan zie je al dat ze allemaal ja, op hun pootjes terechtkomen. En afgelopen maand... Dat was een top. Was wel killing, hoor. En met die altcoin video's, we proberen jullie gewoon inzichtelijk te maken waar wij naar kijken, hoe we kijken, et cetera. En ja, natuurlijk hebben we leerprogramma's. In die leerprogramma's gaan we echt van A tot Z je uitleggen, helemaal ontleden, hoe we dat dan vinden en waar we daar naar kijken. Maar we delen letterlijk wel in die video's gewoon wat te doen, weet je. Ja. En dat is gewoon wat het is. En met altcoins was de afgelopen weken ook gewoon lekker weekie. Ik denk dat we allereerst eventjes richting Le Bitcoin even gaan en daar eventjes naar gaan kijken als eerste. Tuurlijk, we beginnen even met de coin der coins. Dit is een globaal een beetje wat ik ook op Twitter heb gepost. Dit is wat ik verwacht. Middenrange hebben we al een tijdje teruggegained. Was 38, hebben we ook mooi teruggetest. Dus dat was goed. Ja, een push omhoog gemaakt. Veel groen. Is dat altijd normaal? Ja, vanuit deze positie misschien wel. Want eigenlijk wat we nu aan het doen zijn, is het corrigeren van de daling. Dus we hebben in mei hebben we een hele scherpe daling gezien. Die zijn we letterlijk nu aan het corrigeren. Daar zijn we nu pas aan toegekomen. Bovenkant van de range zijn we nu aan het testen. Dat is ook waarom die zo belangrijk is, dit level. Dat was die 42k zone, ja, dat is, noemen we hem. Het is hier een blokje. Het is, ja. Kijk, wij tekenen heel vaak levels. Het zijn altijd blokken. Het is nooit één prijspunt. Nee, het is vooral dit gebied, ja, eigenlijk, ja. Waar je naar kijkt. Hij begint bij 42, alleen omdat we 42 hier al hebben getest eerder. Ja. Heb ik hem daar weggelaten om... Ja, dan krimpt hij gewoon de beetje. De basis is wel dan uit te testen. Dan krimpt het terug te testen. Kijk, en gewoon een stukje. Wij zijn al veel eerder ingestapt en ik kan het ook wel laten zien. Je kan ook bijvoorbeeld, wat heel veel mensen doen, een trendlijntje eroverheen plaatsen. En dat is gewoon legit ook. Je ziet hier die uitbraak. Alleen als je de uitbraak ziet, ben je te laat. Dan moet je op positie hebben. Dat die trend doorbroken wordt, is natuurlijk wel een extra confirmatie. Wij treden niet op trendlijnen. Maar je ziet nu inderdaad dat de druk loskomt. Wat je nu wil doen is maintainen. Het liefst gewoon lekker clean boven die 43. Hij mag terugtesten, maar liever niet. Nieuwe push eroverheen. En het voordeel hiervan is, omdat er ligt heel weinig boven, dat de prijsactie heel makkelijk te bepalen is. Je target is 46, is 50 en is 56 tot en met 57. Ongeveer deze regio. Dit zijn de drie TP's die er horen te staan. Voor de rest ligt daar niet zo heel veel tussen. Dus het is heel clean. Volume is ook iets aan de dunne kant. Als we dan even bijvoorbeeld het volumeprofiel erin gooien. Je ziet gewoon letterlijk dat de weg naar boven, je ziet dat rechts natuurlijk, hè, dat geeft de dikte aan van het volume, is gewoon niet zo heel erg dik hier tussenin. Nee. En dat is ook de reden van de titel eigenlijk, want heel veel mensen die denken, ja, gaan we dan weer bullish, is de boeren weer begonnen, weet je, dat soort vragen krijgen wij gewoon heel veel. En het zou, deze gang met overtuiging, zou best wel eens kunnen zorgen voor prijsactie richting en over de 50k. Oh ja, maar dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook. En dat heeft vooral te maken, waardoor is dat dan nu in één keer wel mogelijk? En waarom was dat afgelopen, want we hebben toch best wel 3 maanden in die range gezeten. Ja, want het gebied gewoon, waar wel dat volume ligt, daar ben je nu overheen. Ja, dus in het gebied waar wat vrije ruimte ligt. Het is een heel belangrijk level, dat gain je. En dan komt pas weer de aandacht erop. Dan komt pas weer het sentiment. En dan komt dus ook weer de koopbereidheid van de massa. En de massa is altijd te laat. Ja, het is gewoon een feit. En die koopbereidheid en die interesse die komt pas als er weer prijsactie is. Dan gain je dat level en kom je in een gebied waar minder druk ligt. In combinatie met sentiment en weer interesse van mensen. En dan kan het gewoon een stuk harder gaan als wat we de afgelopen tijd hebben. Is ook gewoon zo. Kijk, en dan kan het een beetje streng klinken nu gewoon. Maar als jij nu nog zit te denken, je hebt geen positie in Bitcoin. Je hebt echt... Ja, maar daar hebben we zitten slapen. Vanaf 18 mei, 19 mei heb je de tijd gehad om echt... En dat proberen wij, maar dat proberen wij toch een beetje bij de mensen... En het jammere is ook, we hebben in de chat, in de livestreams hebben we ook elke keer die mensen gezien die zeiden... Ja, maar wacht even, op dat punt, dan ga ik kopen. Ja. En we zakken en we zakken en we zakken en we rangen, we rangen, we rangen, we rangen, we rangen. We breken uit en dan zeggen ze... Ah, ik had hem even gewacht, maar ik heb dus nog niet gekocht. Kan ik dat nu nog doen? Dan denk ik, ja, kan ik dat nu nog doen? Man, even serieus. Je hebt wekenlang de tijd gehad. Ja, maar kijk, de laatste mogelijkheid dat je nog hebt gekregen is ongeveer 1,5 week geleden. Het streepje staat er letterlijk nog. Maak je in één keer een hele belangrijke prijsactie.
sta je zelfs nog op de 35k, had je nog heel mooi in kunnen stappen. Hebben zelfs we in op de hele livestream gedeeld, hè, die trade. Ja, maar zelfs op de hele grote terugtest had je nog in kunnen stappen. Maar was je hier ingestapt, dan ben je nog ineens op de bodem ingestapt. En je bent echt al een stuk later ingestapt. Ja, had je nog steeds dik 20% winst. Ja. Is wat het is. Chris, laten we er maar gelijk eventjes erachteraan gooien. Ethereum natuurlijk. Ja. Dan pakken we die er gelijk even achteraan. En dan hebben we daarna een aantal verzoekjes die we eventjes meenemen. En dan ja, hebben we er wel weer wat moois van gebreid vandaag. Even kijken. Ethereum hebben we klein beetje behandeld al op Twitter. Er staat ook gewoon een box. Gaat die gevuld worden? Dat is een klein beetje afhankelijk van wat er in het weekend gebeurt. Want ik denk echt dat het prijsbesef omtrent Ethereum nog niet is ingedaald. Ik denk niet dat mensen beseffen hoe belangrijk de update is geweest. Daar zijn we al ver genoeg over ingegaan. Dus ik ga nu even alleen even in op de PA, dus op de prijsactie. Wat we hier zien op de Bitcoin pairing is super bullish. Dus het is gewoon een mooie impuls omhoog, kleine terugtest, impuls omhoog, kleine terugtest, test vorige top. Je bent nu bezig met de volgende impuls. Gaan we een nieuwe high maken? I don't know. Is het logisch? Ja, want je hebt je higher highs en je hebt je higher lows. Dus constructie is nice. Ja, trend blijft gemaintained. Dat zien we gelijk ook aan de dollar pairing. Boom. Staat ook nog een boxje. Die staat in principe ook nog steeds open. Maar je ziet... We staan gewoon weer boven de 3K. Je ziet wat dat met zich meebrengt. En dit is gewoon... Je ziet hier denk ik al een beetje het sentiment wat ik bij Bitcoin hoop te zien. Dus hier zijn we echt al een beetje door die levels aan het heen breken. Ja, maar dat heeft misschien ook een slingertje gekregen door middel van die hard fork. Het heeft er toch wel mee te maken. Ja, het heeft er sowieso mee te maken. Want de fundamentals van Ethereum zijn met één druk op de knop totaal veranderd. En dat is natuurlijk wel een belangrijk ding. Vooral voor de long term. Short term zeg ik dan, oké, moet je daardoor nu Ethereum kopen? Nee, ja, als je nu Ethereum gaat kopen, dan begrijp je niet helemaal. En wanneer ik hem op de weekly zet, kijk die 3 candles. Weet je, dat zijn bammers hoor. Ja, dus je koopt nog steeds op de pullback. We gaan nooit market instappen. Dus even rustig aan, even tranquilo met Ethereum. Maar het ziet er gewoon goed uit. Sentiment is gewoon weer een klein beetje terug. En dan zie je... ik word helemaal emotioneel. Ja, maar jij. Ja, maar dan zie je hoe snel het kan gaan. Ja, nee, want ik weet nog 2-3 weken geleden. Nou, ik kan het hier nog aanhalen. 20 juli, dat is ongeveer 2,5 weken geleden. Toen zei iedereen... Het is over. Beermarkt begint weer. We gaan een crypto winter in, of even hoe je het wil noemen. Twee weken later en we zitten weer allemaal weer naar boven te kijken. We zitten weer allemaal, the sky is the limit. Ja. Okidoki, wij gaan een blik werpen op. Allereerst gaan we even, laten we even kijken naar Tesla inderdaad. Wat ik al zei, Tesla boys, die zijn we blij. Er is weer wat prijsactie geweest. Even koeken. Blijft toch een apart aandeel, hè? Absoluut. Moet ik wel zeggen, eerlijk, het bedrijf Tesla begint wel naar behoren te produceren en te leveren. Zitten nog steeds wel de kanttekeningen aan met dat ze emissierechten verkopen en dat de winst een beetje verkapt is. En oké, dat snap ik allemaal, maar de omzet gaat omhoog. Het aantal geleverde auto's gaat omhoog. Yes. Waar ik wel heel erg geïnteresseerd in ben, krijgen zij ook last van chiptekort. Nou dat is wel een dingetje. Dat is denk ik onvermijdelijk, toch? Ja. Het is, elke autofabrikant heeft er last van. Elk bedrijf die chips gebruikt, heeft daar gewoon last van op dit moment. Dat kan niet anders dan dat Tesla daar ook last van krijgt. Maar staat me ergens iets in mijn achterhoofd bij dat Tesla zelf chips produceerde of zo, toch, of maakte, om dat probleem te omzeilen. Durf ik niet zeggen. Ja, ik kan daar wel interessant gaan zeggen. Nee, maar daar staat me iets van bij. Pin me er niet op vast. Nee, we hebben hier toen tijdig een hogere entry en dat was op zich een redelijke entry geweest. Ik weet niet hoeveel procent je had gepakt. Maar een kleine 10%. Vind ik Tesla nog steeds overgewaardeerd. Ook met de huidige cijfers, ook met de increased production. Ja, nog steeds, absoluut. Helemaal als je het vergelijkt met andere autofabrikanten. Wordt dat ooit langzaam bijgetrokken? Komen er meer producten bij? Dat zal heus wel. Maar op dit moment, as we speak, is gewoon zwaar overgewaardeerd nog steeds. Wordt die onderste box ooit nog gehit? Dat durf ik niet te zeggen. Des te langer dat duurt, des te minder kans je hebt dat die wel gevuld wordt. Want we weten natuurlijk hoe een koers zich ontwikkelt en een gezond bedrijf zich ontwikkelt. Dus blijft
Tesla groei en versterking laten ze dat steeds terugkomen. Krijgen ze op een gegeven moment een impuls omhoog, krijgen ze echt wel weer een terugtest, maar of die nog zo laag komt als dit, dat weet ik dat niet. Weet je dan en we hebben al aangegeven, we gaan Tesla actiever binnenkort traden, dat is het hele plan. Dan gaan we ook meer naar de intraday tradejes, de medium swing tradejes. Het is iets kortere termijn, dus toch wel denk meer richting day traden. Dan is dit een hele interessante range al. Dit soort boxen, tuurlijk laat ik die openstaan. En als die daar ooit een keer komt, waarom laat ik dat staan? Dan is het gelijk no-brainer. Oh, boom, hij is hier nu, boom, kopen. Niet meer nadenken, mijn analyse is dat klaar. Dan is het gewoon koopwaardig. In de tussentijd kan je hier naar je nieuwe setups kijken. Wat we zien in de lokale range is... mooi uptrendje. Dus nieuwe high, nou, dan kan je hier ergens een higher low verwachten. Ik denk dat het leveltje wat hier staat, dat we dat best kunnen respecteren. Dat zou zijn 675 laten we afronden. Komen we hier boven, kan je best wel nog een impuls krijgen. Hoor. Even kijken, de cijferseizoen is wel volop bezig, dan moet je wel een klein beetje rekening mee houden. Maar een kleine 10% zit er sowieso in als een lekkere day trade. Kom je daarboven, dan kan je weer wat expansie zien en dan ga je al snel richting 20%. Goed, ik hou de chat, nou niet de chat, maar de mensen die nu nog berichtjes sturen, want dat heb ik nog steeds, hou ik in de gaten, hou ik bij. We gaan kijken naar, kijk Chris, het is allemaal live, heb ik, hup, water op tafel, maakt allemaal niet uit. We gaan kijken naar BCD voor Joep. Joep, die zegt altijd, ja, ik kan jullie livestreams niet kijken. Kunnen jullie even hier naar kijken of kunnen jullie even dit meepakken? Joep, die werkt bij Q Music en die zit 's morgens gewoon lekker zijn radioshowtje te doen op zaterdag. Dus die kan niet live iets aanvragen. Dus Joep, deze is voor jou, maat. Bitcoin Diamond. Die zit nog in de aandelen, maar we kijken naar Bitcoin Diamond. Nou, dat maakt niet uit. Ik kan hem hier gewoon meepakken. Even kijken. Dat is een crypto die wij volgens mij zowel op Twitter, zowel in de livestreams, helemaal niet vaak of misschien zelfs helemaal niet. Maar nee, kijk eens. Oh. Nee, maar dit is een fork natuurlijk. Je had Bitcoin Gold, Bitcoin Black heb je volgens mij ook een keer gehad. Bitcoin Diamond. Ja, je hebt van alles gehad. Bitcoin Dark, ik het. Het probleem is... Bitcoin SV, 51% hek je laatst. Ja, maar dat hebben we wel gehad. Het probleem is, het is letterlijk een fork en het is dus... het biedt niet echt een alternatief. Tuurlijk zijn er dan alternatieven die zeggen, ja, dit is sneller of dit of dat. Maar Bitcoin is Bitcoin omdat het Bitcoin is. En dat klinkt heel... Maar dat is gewoon hoe het is. Iedereen koopt Bitcoin niet omdat het de beste is. Nee. Niet omdat het de snelste is. Nee, is omdat het Bitcoin is. Is zo. Het allereerste wat ik zie als ik hier naar kijk, als je vanaf dit... Nou, dit is al prak, dan denk je rekt. Dit is een bodem, dat wil je niet zien. Ja. Als ik hier naar kijk, is het eerste wat ik zie, is dit. Ja, dit of deze, een van de twee. Er is geen game. Dit soort actie, dan denken mensen, pof, oh nice, maar er is sowieso geen game. Nee. Dus het wordt eigenlijk, ja, ondanks dat het al heel laag is, ja, wat steeds lager en lager en lager. Wat ik ook, volgens mij zitten ze nog aan de goede kant, maar waar ik ook heel erg naar kijk is, je hebt hier een logo gecreëerd en dan ga ik altijd kijken wat is daar vooraf gebeurd. Was je eigenlijk bezig met het kantelen van constructie. Dus dit was toentertijd de all-time low. December 2019 hebben we het dan over. Kleine push gezien. Higher low, higher high. Daarna verlies je hem. Zet je echt een flinke nieuwe all-time low neer. Waarna je wel een impuls hebt gezien. Relief bounce. Maar wat wil je daarna zien? Daarna wil je enige vorm van sterkte zien. Dus dat je hier een pump krijgt en daarna een retracement. Dat is normaal. Maar je wil je daarna niet een voorgaande bodem die je hebt neergezet. Dus je moet niet heel veel mensen kijken naar het punt waarvan je vertrokken bent. Nee, kijk nou naar historische prijsactie, want die staat al op je chart. Daar wil je ergens vasthouden. Nou, deze hebben we de eerste keer gedaan, was misschien een trade. Tweede keer had je misschien ook nog een trade erop kunnen maken. Derde keer, ja, dat is nog onder de huidige prijsactie. Dus hier ligt mogelijk nog... ergens een kansje. Ik zie hier ook een alignment een klein beetje met deze prijsactie van de voorgaande swing. Als we dan inzoomen op de... Nou, het is het proberen waard. Zeg ik, oké, boom, dit is... Deze chart heeft mij overtuigd. Ik heb alle seinen op groen, alle conformaties. Nee.
Helemaal niet. Ligt naast, er een kansje daar? Ja. Na zo'n retracement. Ik zou hem wel strak afdekken. En, ja. Hij is makkelijk. Hij is goed af te dekken. Ja, daarom. Ja, dat is het voordeel. Dus strak afdekken en is het proberen waard? Word ik hier heel erg warm van? Persoonlijk nee. Nee, maar weet je wat het is? Kijk, als dit dan een pump maakt. Dan gaat het ook wel snel. Ja, incasseer dan ook gelijk. Weet je, neem ze dan die TP's. Want, dan gaat het heel snel. Ja. Maar pak dan ook je winst. Word dan niet te greedy. Ga niet gelijk uit van een nieuwe local high weer. Ja, en zeker voor beginners. Ga niet zo kijken. Naar oude autumn highs kijken. En denken, nou als we daarin gaan. Wow, nee, zo moet je absoluut niet kijken. Dat gaat ook niet meer gebeuren. Nee, ze moet je hier absoluut niet naar kijken. Deze trade beschouw ik wel meer. Oké, je kan het gokje wagen. Ja. We zeggen, traden is geen gokken. Maar dit is wel een high risk playground. Dat is wat het is. Ik ga nu proberen een slokje te nemen zonder zelf... Ja, maar ja, dat zeg ik. Het is live, hè, Christus. We kunnen daar niet onderuit. Nee, Joep, dat was hem. BCD. En ja, als je nog eens een keertje aan het werk bent en je wil nog wat zien, stuur me een PM'tje en we gaan kijken wat we kunnen doen. XRP kreeg ik heel vaak door in de Discord. Toen ik vroeg, jongens, laat even zien wat jullie willen zien. Dus XRP kunnen we ook vandaag zeker even meenemen. XRP een kleine terugval, maar wel naar een gebied waar wij geïnteresseerd zijn, volgens mij. Als ik ergens een chart daarvan heb... Nou, box daar is niet, is niet gehit, dat is jammer. BTC heb ik geen tekening daarvan gemaakt meer. Nou ja, dat is jammer. We hebben daar namelijk wel een belangrijke gain gezien. Die hebben we al eerder aangehaald. En wat je hier ziet, is wat ik net bij de vorige coin heb uitgelegd. Je maakt prijsactie en kijk altijd hoe die prijsactie jou daar heeft gebracht. Dit was een lokale low. Daarvoor hebben we een pump gezien met een onwijze drop-off. Maar je ziet dat hier voor een level lag. Onwijze stijging lag. Ja, en daartussen lag nog een stukje prijsactie. En je ziet dat dit uiteindelijk als bodem fungeert. Of je had er zelfs al twee keer een treetje op kunnen maken. Ik weet niet hoeveel procent het is. Maar dat is prima treetje. Ja, dat zijn prima treetjes. Twee keer 20%. En dit is dan tegen de BTC. En we zien wat dat doet met een USD pairing als ik dan inzoom. Dan zie je gewoon dat dit flinke trades zijn. Het zijn lekkere trades. Nice. XRP'tje. Even kijken. Er is nu overigens geen andere entry meer. Hè? Je zit nu al in positie. Je gaat niet nu nog een entry nemen. Want als je hem nu nog een keer test, dan ben je te laat. Nee, maar ja, het is nu je hebt nu twee keer je trade gehad. Als hij hem nu verliest, hij zoekt hem nog een keer op. En dan gaat er doorheen, dan gaat hij naar beneden. Ja, het is nu echt gainen. Eerst wil je hier ergens prijsactie zien en gain maken en dan instappen op pullback. Maar nu is het inderdaad niet meer aan de urgen. Gas geven. Yes. We gaan kijken naar Komodo. Kijken we nog even naar. En dan nemen we deze even mee. En dan nemen we... Even kijken, daar staat een groen boxje. Maar ik weet niet of dat iets had opgeleverd. Nou ja, was wel lekker gevuld, netjes. Ja, 15%. Okay. 15%. Ja, oké. Okay. Het zijn een beetje de magere trades. Het is de rejection play waar we het dan over hebben. Dat betekent gewoon, je hebt hier een voorgaand prijsgebied. Dus dat is hier de onderkant voordat je naar beneden bent gebroken. Wij noemen dit dan altijd een range. Je hebt dus letterlijk teruggetest. Ja, legitte play. Dit is de eerste TP waar je normaal tegenaan loopt. Als we dan naar de huidige prijsactie kijken, wat hebben we daarna gedaan? We hebben level verloren, nieuwe low neergezet, basis teruggetest. Dat was een mooie entry geweest. Vanaf daar probeer je wel weer te gainen. Ik ben vooral geïnteresseerd wat ze hier kunnen doen. Gaan we dit terugtesten? Dat weet ik niet. Maar ligt daar een mogelijke entry? Ik denk het wel. Even kijken hoor. Jawel. Even kijken. Ja. Ik probeer hem altijd netjes te maken, maar dat gaat, nee, niet. Maar ik denk dat gaat niet met alle altcoins. Ik denk bovenop die double body constructie en binnen de huidige line-up denk ik dat daar best wel een mooi moment ligt hoor daar. Klein pullbackje nog, een beetje op die sweep of een beetje liquiditeit gokken. En dan deze trade, ga ik hem daar nog even inmeten. Ik denk dat het wel een behoorlijke trade is. Prima. Nice, dan kijken wij nog eventjes naar Aegon. Pakken we nog even een aandeeltje mee. Ik zie hem al. Nou, ik ben niet zo zin. Nee, even kijken. Dit was... er is heel veel gekalkt, maar het gaat erom...
Ja, maar ik vind het altijd mooi als er gekookt is en wij laten het staan. Ja. Want de prijsactie die bovenliggend is, dus de bovenste range, toen hebben we gezegd, oké, wanneer wordt het interessant? Dat punt waar 20%, of waar 20 staat, hadden wij zoiets van, oké, daar schalen we 20% in. Volgens mij hebben we die trade al eerder gemaakt namelijk. Ja, en 80% doen we pas als die het level daaronder gaat halen. Allebei de plays zijn ondertussen gedaan. En ik denk dat dat een prima manier was van inschalen voor positie 9. Ja, maar hebben we ook gedaan. En ik ben ook heel erg blij met die positie. Nu kan ik de cijfertjes wel weghalen. Dat is klaar, ja. Ze zijn allebei gevuld. En als je deze techniek hebt toegepast. En dit is de techniek die ik eigenlijk altijd hanteer. Je hebt je bovenste entry, dat is 20. En je hebt je onderste entry 80. En daardoor komt je zwaartepunt niet precies in het midden te liggen. Nee, veel meer naar de onderkant. Ja. Dus ik heb een veel betere entry dan dat mensen gaan double downen, average down, weet ik veel wat allemaal hoe ze het doen. Hiermee weet je van tevoren al, oké, dit wordt mijn hele positie. Plan staat van tevoren al klaar. Nou, het is gewoon, de koers gaat omlaag. Ja. Je hebt een defensieve entry en je hebt een agressieve entry. Ja. En dan denken mensen, oké, ik moet of de agressieve nemen of de defensieve nemen. Ja. En dat hoeft dus niet. Nee, maar als je de agressieve entry zo positioneert dat je dat met een kleiner stukje doet. Ja. En de defensieve entry, dus de 80% in dit geval, met een groter deel doet. Ja, dan ben je uiteindelijk minder risico aan het lopen. Ja, maar kleine tip. Doe dit met aandelen en doe dit niet met crypto. Want als mensen dat met crypto... Het kan met crypto, maar als jij niet begrijpt hoe het werkt, dan ga je fouten maken en dan gaat je geld bossen. Bij crypto hanteren we een buybox en in die box kan je kopen of ladderen. Ja. Maar het ladderen blijft wel dezelfde positiegrootte. Dus daar verandert niks. Want er zat een redelijke spanning tussen deze twee entries. Ja. Maar positief, kijk, in principe is de trade nu al geslaagd. Je kan nu al winst nemen. Zijn we er namelijk al? Nee, want je bent nu letterlijk het voorgaande blok waar eigenlijk de eerste entry stond. Ik teken hem hier al in. Bodem, verliezen. Ben je nu aan het terugtesten? Dus het is nu alles bepalend. Ga je hem gainen, ja of nee? En heel veel mensen denken dat, maken daar de vergissing mee. Ik weet niet of hij hem gaat gainen. Ik ben geen voorspeller. Maar hoe kan ik er op de juiste manier op inspelen als die gain dat ik mee profiteer van de breakout? Nou ja, het eerste wat je moet doen is sowieso al een lekkere TP nemen. En als hij er doorheen gaat, gaat hij er doorheen. Maakt hij weer een terugtest. Dan kan je eventueel positie adden. Dat is hoe het werkt. Probeer niet de koers te voorspellen. Dat heeft geen zin. Nee. Goed. Boys en girls. Tikkie anders. Dit was hem weer voor wat betreft de zaterdag livestream. Tikkie anders inderdaad. Maar goed, we hebben daar het beste van gemaakt. Zoals we gezegd hebben. Elke dag content is elke dag content. Links of rechtsom zorgen wij er echt wel voor dat het gewoon gebeurt zoals het zou moeten gebeuren. We zouden dope cash niet zijn als, als we zouden zeggen, nou het zit even tegen jongens. Deze dag kappen ermee, was vandaag weer op z'n dopies. Maar hoe jullie ook, wat jullie ook van ons gewend zijn, we zorgen altijd dat het lukt. Ja. Vond je dit weer een toffe livestream / video? Druk sowieso even op het duimpje. Rank de video weer wat hoger voor ons in YouTube en is een blijk van waardering. Abonneer even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Druk je op de bel, krijg je een notificatie als we een nieuwe video plaatsen. En onderaan de video komen uiteindelijk alle linkjes terug richting www.dopecash.nl. Vind je al onze mooie tools, de Excel sheets, leerprogramma, Discord, alles vind je op onze website. Bedankt voor het kijken en we zien jullie heel graag de volgende keer. Dan sluiten we wel af met Frankie gaan. Frankie komt erin. Kijk. Laters. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Thank you.
heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,